Mijn euforie was on the roof. Mijn enthousiasme, dat moet ik ook wel zeggen. Ik kan soms heel enthousiast zijn, maar don't blame me. Als je beseft van waar ik kom, don't blame me. En, maar dan leer je weer zo doseren. Voilà. Maar soms moet je ook zo doseren. Want soms die moeilijk, gek, maar ik zei echt 90 keer verdacht eentje weer van als Ik zei: Oh my god, gast, yes, dat is nummer één op de kast. Die gaan we nog elke dag zien. <laughs> maar toen had ik echt al door van dat is hier echt speciaal. Hoe dus. dat mijn familie trots was, hoe dat mijn mama trots was. Hoe dat, sorry, ik, 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 ik had het gevoel dat ik iets zou zeggen, maar mijn hart stroomde. Echt waar, dat project heeft zoveel betekenis voor mij gehad. Zoveel. Omdat ik echt mijn familie daarmee heb trots gemaakt.